Ze zeggen wel eens dat het lastig is om ermee om te gaan als je je niet gezien voelt in de kerk. Als je ervaart dat je een roeping hebt, maar je bent nog niet op de plek van invloed. Dat het lastig is en dat het een test is. Maar weet je, als mensen je publiekelijk gaan eren omdat je een wonder hebt zien gebeuren door je handen heen, is dat een veel lastigere test. Want dan is de vraag, kun je God de eer blijven geven? Succes is een veel lastigere test dan wanneer je nog niet op die plek van invloed bent. Amen. En dan, als je succesvol bent, dan heb je, de mensen vinden dat mooi. Die willen met je omgaan, die willen met je praten. Ik zeg niet dat ik dat ben, maar dat begrijp ik van de mensen die daar verstand van hebben. Of die dat hebben ervaren. Maar dan is de test, ben je dan dezelfde persoon die je was toen je nog helemaal alleen was. In je binnenkamer, op je plek van gebed. Heb je je daar laten vormen in de grot, zeg maar, met Elia? Heb je je op die plek laten vormen toen niemand jou nog zag? Toen je werd gepasseerd? Toen je wist dat er een roeping in je hart was gelegd door de Heilige Geest, maar dat je die erkenning nog niet kreeg? Je was nog niet zichtbaar? Je was nog niet naar voren geroepen? Dat is... Er zit een plan, zeg maar, achter dat verhaal. Er zit een plan achter wat God met je wil doen. Hij promoot jonggelovigen niet snel. Want je moet eerst in die binnenkamer, op die plek van vorming, van intimiteit met God. Daar moet iets gebeuren van verbrokenheid, van intimiteit. Waardoor hij je meer en meer kan toevertrouwen. Amen. Er zit een orde achter wat je meemaakt in de kerk. Er zit een plan achter. Vader heeft een plan, heeft een weg, een route voor jou. En daar wil ik met jou vandaag over nadenken. Ik stap er maar gewoon gelijk in. De eerste keer heb ik gesproken over meegaan met God. Amen, wie weet dat nog? De preek van de aanhangers. De preek niet tegen de prikkels, in de weerstand gaan zitten, maar meegaan met God. Amen. En vorige week heb ik gesproken over je gaven en talenten inzetten in het huis. Maar niet met het hart van Saul, maar met het hart van David. Van aanbidding, van nederigheid, van Gods eer, zijn huis willen bouwen. Liefde voor God, profetisch, liefde voor de geest. En vandaag wil ik met je nadenken over Gods orde in dat huis. Wat laat de Bijbel daarna over zien en wat betekent dan dat onderweg zijn? Gaven en talenten inzetten in Gods team. Laat me beginnen met een voorbeeld. Ik mag jonge bedieningen coachen. Ik vind het leuk om talenten te spotten, zeg maar. Mensen in kerken, in organisaties, in jeugdbewegingen. Die daar ergens nog zijn op die plek van dat ze verlangen naar door God gebruikt te worden. Maar niet zo goed weten hoe dat dan moet. En gelukkig gaan ze dan vaak dienen en meedraaien. En gelukkig zitten ze vaak in gemeentes bij mensen die hen daar ook bij helpen. Maar ik vind het leuk om die goudklompjes te spotten. Die ruwe diamanten, zeg maar. Dan te zeggen, hey, ik zie jou. Laat me proberen om een zegen voor jou te zijn. En zo heb ik online wat groepen. En er is een dame in Zweden. Ik heb een Zweedse voornaam. Ik ben zo Nederlands als het maar kan. Maar ik heb iets met Zweden en Scandinavië. En ik dacht, weet je wat, ik ga online groepen opzetten waar ik dat soort goudklompjes kan uitnodigen. En dan kan ik ze toerusten. Dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om over grote dingen te praten. Maar nog veel leuker om met één persoon op weg te gaan. Zo gezegd, zo gedaan, online groep, naar Zweden geweest. En op een dag werd ik in een soort huis ging uitgenodigd. En er was daar een dame en die dame heet Shiva. Shiva komt uit het Midden-Oosten en is naar Zweden verhuisd. Op een lang verhaal kort. Maar Shiva, die viel mij op. Ze viel me op door haar gedrevenheid, door haar pionierschap. Maar wat me ook opviel, is dat zij vanaf dag 1 de genade heeft om van andere mensen te weten, te zien wat hun plek in het lichaam van Christus is. Bizar. Dus als je naar haar karakter zou kijken of haar discipelschap, zou je als rechtgeaarde Hollandse christen daar van alles van kunnen vinden en observaties hebben en zeggen, nou, dit kan misschien wat anders en daar zou je misschien in kunnen investeren. Maar Shiva heeft die innerlijke genade om gelijk te weten dat die heeft dit, die heeft dat, die heeft dit en die heeft dat. En voor mij is ze ontzettend waardevol in de teams die ik mag bouwen. Want ik vraag altijd even aan Shiva, of meestal komt ze er zelf al mee, want ze is nogal gedreven. Ze wil dat graag doen. Is dat ze zegt, Sven, heb je onder die persoon al gezien? Volgens mij draagt die mantel. En volgens mij heeft die persoon die salving of die gave. En volgens mij heeft die plek in Gods koninkrijk gekregen.
En de kracht ervan is om Shiva en de Shiva's van deze wereld in je team te hebben, is dat het je gewoon helpt om sneller te zien hoe God het bedoeld heeft. Waar iemand een plek zou kunnen geven. En daar ga ik er als leider natuurlijk over nadenken. Wat zou er voor nodig zijn dat die persoon dat dan ook daadwerkelijk kan gaan doen? Amen. Ik wil met je lezen uit 1 Korinthe 12. Wat gaat over Gods lichaam. En dan eigenlijk de plaatsen en gaven die God ons wil geven. Gods orde. En ik lees vanaf vers 27. Maar je ziet een vers op de sheet die je ook op mag blijven staan terwijl ik spreek. Want dan kunnen de dromers af en toe even naar de sheet kijken. Als ze mij niet meer volgen, dan weten ze in ieder geval wat de Bijbel tegen hen wil zeggen. Amen. Staat vers 27. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen. Leiding te geven, besturen staat daar. Of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel? Is iedereen een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of kan iedereen genezen, besturen mag je misschien wel zeggen ook daar. Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? Richt u op de hoogste gave. Tot zover. Gods orde in het huis. Heb je wel eens afgevraagd wat al deze rollen, plaatsen in het lichaam van Christus eigenlijk doen? Heb je dat wel eens afgevraagd? Mag die naar vers 28 terug? Heb je dat wel eens afgevraagd? Wat doen die mensen eigenlijk? Telefoon. Het eerste punt wat ik je wil aanreiken is dit. Eer de gave in de ander. Eer de gave in de ander. Paulus beschrijft hier het beeld van een lichaam. In de kerk preken we hier veel over. Het idee dat we allemaal handen en voeten zijn. Dat we allemaal onderdeel zijn van een groot systeem, zeg maar. Een hart en een hand en een oog en een voet. Dus allemaal het beeld van het lichaam van Christus. Christus is het hoofd. We geven hem de eer. En hij gebruikt ons, hij leidt ons en we houden elkaar vast door de liefde. Dat is de context wat Paulus hier beschrijft. En dat was natuurlijk in Korinthe, zoals we weten, nogal een rommeltje. Dus hij begon orde op zaken te stellen. Dat is deze brief en dat is dit hoofdstuk. Eer de ander. Maar wat nou zo interessant is, als je kijkt naar het woord plaats. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Dan staat daar eigenlijk met andere woorden neergelegd, zoals je een steen neerlegt. Dan staat daar geïnstalleerd. Vroeger werkte ik in de raamdecoratie. En dan was het ons werk om te zorgen dat de rolgordijnen die uit China kwamen uiteindelijk hier in Dordrecht of in Haarlem bij de Gamma terechtkwamen. En mijn rol was heftruckchauffeur. Superleuk, 35 graden in de zomer in zo'n container voor 8 euro per uur je gezin dienen. Heerlijk, zo genoten in de grot met God. Grote roeping op je leven. Denk, ja, dat gaat echt de goede kant op. Veel potentieel. Ik weet er alles van. Dat is echt niet leuk. Ja, dan lees je over de grote godsmannen zoals Anne van der Bijl en zo. Die schijnen dat allemaal dan mee te maken. Denk, nou ja, oké, dat hoort er dan bij. Afijn. Als er dan was er af en toe iets wat wij noemden een installatie. En dat betekende dat er bijvoorbeeld een gamma een karwei werd. En dan baalden wij als logistiek medewerkers, want het was sowieso al warm. Maar dat betekende dat al die rommel eerst uit de gamma kwam. En dan moest alles, ander stickertje erop, of alles wat al karwei gestickerd was, weer terug die winkel in. Een installatie. En dat woord staat hier eigenlijk in de grondtekst. Neerleggen, installeren. Er gaat iets neer worden gelegd. Er wordt iets neergezet. Een plaats, een plek. Het punt is, wat zo mooi in het Grieks naar boven komt, is dat God degene is die mensen installeert. Wij installeren elkaar niet. Dat is Gods orde, Gods plan. God is degene die zegt die. En dat is soms best ingewikkeld. Want als de Heilige Geest tegen jou zegt die, of als de Heilige Geest tegen Samuel zegt die, David, dan denken wij, nou, ik zou die of die kiezen. Amen. God kiest soms hele andere mensen dan wij zouden kiezen. Herkenbaar? Op een of andere manier kijkt hij met hele andere ogen naar die ander. En dat doet hij vanuit bestemming, vanuit orde.
De Romeinenbrief zegt dat de gaven en roepingen van God onberouwelijk zijn. En de context gaat over Israël. Maar het principe is dat God kijkt niet naar de buitenkant. God kijkt niet naar wat er nog nodig is. Maar hij kijkt naar zijn zoon in ons. Hij legt zijn zoon in ons. Een unieke expressie van zijn zoon zelfs. En waar hij mee bezig is, hij legt allemaal gaven en talenten in je. En daar wil hij mee aan de slag. Amen. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Dat zei ik vorige keer ook. Iedereen kan hier een sterspeler zijn. In de zin van, je bent allemaal uitgenodigd om aan de slag te zijn met je gaven en talenten. Maar wat dan zo belangrijk is dat we beginnen met het begrip van dat God degene is die mensen uitkiest. Dat God is degene, de Heilige Geest is degene die zegt, die. En hij heeft mensen daarvoor nodig die dat kunnen zien, die dat kunnen spotten, die dat kunnen naar voren halen. Hij heeft zijn lichaam zo in elkaar gezet dat de mensen die hij zulke plaatsen geeft, blijkbaar dus niet iedereen, zijn geroepen om heiligen toe te rusten. Om datgene wat hun gekregen hebben in die ander achter te laten. Begrijp je? Dus overal waar deze mensen met zo'n plaats rondlopen, waar ze zijn, als je ze maar lang genoeg hun ding laat doen, dan komt er vanzelf uit wat erin zit. Amen? Dat is wat hier staat. Zij laten iets van de natuur van God zien. Nou, wat kom je dan al zoal tegen? Apostelen, profeten, leraren, in een andere plaats nog herders, evangelisten komen zo meteen nog op. En ook mensen die allerlei gaven hebben, wonderen, genezingen en nog veel meer, dienstbaarheid. Mensen met een roeping en een verlangen dat van binnen brandt. Maar die over het algemeen nog ergens in een container staan met 35 graden, met een groot vraagteken op hun voorhoofd. Heer, dit voel ik van binnen, maar dit is mijn werkelijkheid. Wat nu? Dit is de rol van de kerk. Dit was het idee achter de gemeente in Korinthe. Dat daar een gemeenschap zou ontstaan, een familie van God, een cultuur waarin de een de ander uitnemender zou achten dan zichzelf. Waarin mensen eigenlijk gewend waren, toegerust waren om met de bril van God naar die ander te kijken. Amen. Een koninklijke cultuur. Misschien zie je mij wel eens als verspieder in het land wel eens een beetje naar je kijken. Zie je mij, heb je dat mij zien doen? Sommige mensen denk ik wel. Dan sta ik daar een beetje in de hoek. Weet je wat ik dan eigenlijk doe? Dan vraag ik vader, wat is de roeping van die persoon? Wat heeft u in het hart van die mens gelegd? Wat is het potentieel? Wat zijn de gaven? Wat is de bestemming? Wat is de plek van die persoon in uw grote lichaam? Dat vind ik leuk. Want ik wil graag dat jij in je kracht komt. Ik wil graag dat wat Jezus voor jou heeft gekocht en betaald aan het kruis doorbreekt in jouw leven. Dit is typische apostolische taal. Eng woord, moet je maar even deleten. Maar het is gewoon het kleurtje wat bij mij omhoog komt als je maar lang genoeg mij in mijn gang laat gaan. Dan ga ik speuren naar het talent en dan ga ik nadenken over, oké, wat is er nodig zodat jij in je kracht komt? Dat is het idee van het apostolische in het lichaam van Christus. Ik ben denk ik niet een apostel. Ik denk dat ik er iets van mee heb gekregen. Ik vind onderwijs geven ook leuk. Ik vind het profetische ook leuk in de zin van gebed en voorbeden en inzicht en richting. Ben ik al die dingen in de vijfvoudige bediening, die plek, weet ik niet. Maar ik ben wel door het woord van God overtuigd dat ik het verlangen wat ik heb mag volgen. En de reden dat ik nu zo vertel is omdat ik jou wil aanmoedigen. Kijk eens naar binnen, wat is het verlangen in jou? En kijk eens om je heen, wat is het verlangen in die ander? Want een principe in het koninkrijk van God is dat bewegen op weg zijn, waar wij het de afgelopen 3 preken eigenlijk over hebben, begint altijd met verlangen. God legt een verlangen in je hart. Iedereen zegt verlangen. Wat is nou jouw verlangen? Wat zou je graag willen zien? Wat zou je graag willen zien manifesteren vanuit het koninkrijk van God? Een doorbraak, een genezing, orde, hulp, zorg, herstel, inzicht, organisatie. Wat is het verlangen, of wat zijn de verlangens die in jouw hart resoneren, terwijl jij daar in die container staat en je misschien nog helemaal niet gezien voelt? Dat is kerk. Dat begint met verlangen. Dat begint gewoon met eerlijk te zijn over datgene wat God al lang over jou weet. Want weet je, het verlangen in jouw hart naar de dingen van het koninkrijk zijn ook de verlangens van vaders hart.
in het koninkrijk. Hij wil namelijk door Jezus eenheid met jou. God heeft in de gemeente, in zijn huis, een orde gegeven, een team. En dat zijn mensen die hij een plek geeft, die hij uitkiest. Niet omdat ze meer geliefd of bijzonder zijn dan een ander, maar hij geeft ze wel bijzondere genade om het lichaam van Christus op te bouwen. Het staat in de Bijbel, hè? Wist je dat? Efeze 4. Prachtige tekst. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Sommigen. En wat is het doel? Niet om te shinen, niet om aandacht op zichzelf te vestigen, maar om God eer te geven en de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Amen. Sommige mensen houden zich bezig om anderen toe te rusten. Datgene wat ze gekregen hebben over te dragen en te vermenigvuldigen in die ander. Dat is het idee. Dat is de bediening. Om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. En in de context gaat het zelfs over volmaaktheid en volwassenheid. Daar kom ik straks op terug. Dat is het idee. Apostelen zijn mensen, dat zijn zeg maar een beetje de architecten, de bouwers van het koninkrijk. Die hebben een bijzondere genade gekregen om Gods koninkrijk in mensen en systemen en gebieden te vestigen. Het zijn ook een beetje de pioniers. Het zijn ook opzieners. Het is ook de hoogste gave als het gaat over gezag. Als het gaat over beïnvloeding. Ga ik zo meteen uitleggen. Profeten, en heb ik het niet over profetische mensen. Heel veel mensen zijn profetisch. We hebben allemaal de Heilige Geest gekregen. In die zin zijn we allemaal profetisch. We zijn allemaal verbonden met Christus door de Heilige Geest. We zijn allemaal geestvervulde mensen door het geloof. Amen. Iedereen is rijk. Iedereen hoort erbij. Maar profeten zijn sommige mensen die de bovennatuurlijke genade hebben gekregen om te zien waar mensen voor geroepen zijn. Zoals die dame uit mijn werkgroepje. Om richting te geven aan gemeentes of aan organisaties of aan leiders of aan omgevingen. Profeten zijn mensen, die heb ik al eens vaker uitgelegd, die leven in de toekomst. Onze toekomst is hun nu. Het is bizar om dat te ervaren. Profeten zijn mensen die in de geestelijke wereld kunnen zien. Die onderscheiding hebben. Die strijden voor ons. Ook vaak samen met apostelen. Apostelen zijn ook geestelijke strijders. Dat zijn warriors. Dat zijn mensen die eigenlijk niet zo bezig zijn met wat anderen van ze vinden. Maar meer bezig zijn van hoe kunnen wij, apostelen en profeten, samen Gods koninkrijk vestigen in die ene. En in een gemeente of in een gebied of in een organisatie. Apostelen en profeten werken vaak samen. Het zijn fundamentenleggers, zegt de Bijbel. Het evangelie van Jezus Christus, het evangelie van genade, het evangelie van het koninkrijk van God is het fundament. Amen. Zet je voeten eens even op de grond. Even voelen, dat is goed. Het is geen coaching sessie van geaard zijn. Het is gewoon even, stel je voor, jij staat op de rots. Dat is Jezus. Je bent door het geloof geplaatst op de rots. Amen. En apostelen en profeten uit de vijfvoudige bedieningen, zoals dit heet, zijn mensen die daarvoor geroepen zijn om te zorgen dat er goed zit. En zij hebben een bovennatuurlijke genade om daarmee aan de slag te zijn. Evangelisten. Wie vindt ze niet leuk? John Grandia en ik mochten van het jaar bezig zijn met, wat was het ook alweer? Empowered 21. Heeft die man fantastisch georganiseerd. Het was echt gaaf om hem in zijn kracht te zien. En dan werden evangelisten, allerlei leiders, maar evangelisten van over de hele wereld samen in de rij gezet. Nou, stel je even voor, evangelisten zijn mensen die graag vuurpijlen af laten gaan. Amen. Die hebben de zalving, zeg maar, dat is charismatische taal voor bovennatuurlijke genade. Dat zijn mensen die hebben, zeg maar, een soort, als die, om mensen bij elkaar te brengen. Grote groepen. Als je met evangelisten praat, wij zaten wel eens in het Hilton naar die mensen te luisteren, als nuchtere Hollanders, observeerden wij het zo een beetje, hè, een beetje de stuurlui, niet aan de wal, maar we keken er wel naar. En die stond, nou joh, de ene 1000 mensen in Lissabon, of een stadion in Zwitserland, of we gaan naar Azië. Dus evangelisten dynamiek, hè, doe ik nu na. En dan zit je daar zo eens naar te kijken en denk je, wauw, ik heb echt niet wat jij hebt. Hè? Alles is spetterend. Als je die mensen hun ding laat doen, dan komen de mensen tot geloof. Dan bij het tankstation hier, de BP, hebben ze een profetisch woord voor iemand, komen ze tot geloof. Ze starten dingen, ze verzamelen ook evangelisten om zich heen. Het valt me ook op dat ze allemaal Nike Air Max dragen. Ik weet ook niet waarom dat is, maar op een of andere manier heeft dat een beetje met die snelheid te maken. Amen.
En ze zijn vaak een beetje ook wel de i'tjes uit de disc, hè? Een beetje de influencers. Dat zijn gewoon de verbinders en die willen contact met je maken. Maar soms hebben ze ook de valkuil dat ze contact met jou willen maken, maar ook met die 1000 mensen die ze daarna al zien. Het voelt soms een beetje ongemakkelijk. Evangelisten hebben een zalving om zichtbaar te maken, om mensen het koninkrijk van God te laten ervaren. Amen. Wonderen, tekenen, kunnen goed verhalen vertellen, kunnen je meenemen. Evangelistisch. Prachtig om te zien. Ja, ik weet niet hoe John het vindt, maar toen ik er dan een stuk of 6000 bij elkaar dacht, na een paar dagen, heb gezien, zo, echt, knetters, wel heel veel vuurpijlen bij elkaar. Leraren. Leraren uit de vijfvoudige bediening zijn mensen die geroepen zijn om ons tot verlichting te brengen. Ze hebben de bovennatuurlijke genade om door het werk van de Heilige Geest in jou als luisteraar of deelnemer aan een training of huisgroep of theologische opleiding. Zij hebben de genade van God gekregen om te ordenen wat die andere 3 spetterende bedieningen allemaal uitkramen en om dat een beetje te toetsen. Zij hebben de genade van God om precept upon precept, zeggen we dan in het Engels, om eigenlijk gewoon principes op een geordende manier over te dragen. Zodat jij op dat fundament Jezus Christus een sterk huis wordt, ook in jezelf. En ook wij met elkaar. Het zijn niet de politieagenten van het koninkrijk. Ondanks dat sommige leraren dat wel willen zijn. Daar waar evangelisten soms een beetje te veel de vuurpijl willen afsteken en elke avond een dienst in Jozua Dordrecht willen organiseren, zodat mensen tot Jezus komen, misschien een goed idee, hebben leraren de valkuil om een beetje te veel te toetsen. En er zit een kracht in het toetsen. Er zit een kracht in een bereaan te zijn, hè, handelingen om te toetsen wat mensen zeggen. Ook zoals ik vandaag, is het belangrijk dat leraren met mij meekijken. Klopt het wel wat er in het Grieks staat? Maar een valkuil van leraren is dat ze willen controleren. En de verleiding van leraren is dat ze alleen maar meer kennis willen opdoen. En vergeten dat hun rol is om anderen op te bouwen en toe te rusten. Om zichzelf te vermenigvuldigen. Heerlijk, leraren. Heb je wel eens een kop koffie gedronken met een paar theologen? Dan word je heel stil. Dan denk je, man, ik weet echt niks. Zo. Ja, die links en rechts in. Wordt getrouwd door een bekende leraar uit de baptistenwereld. En Margrethe zegt tot op de dag van vandaag, ik heb geen flauw idee waar die man het over had, maar het voelde wel goed. Wij zijn geen leraar. Beetje. Herders. Ah. Oh. De herders. Herders hebben de bijzondere genade om te verbinden en om te leiden. Amen. Om te zorgen, omdat wat evangelisten en anderen verzamelen, om dat tot genezing te zien komen, om dat op te bouwen. En ze zijn hondstrouw. Hondstrouw. Ze geloven in je. Ze willen je altijd in de gaven van de geest, in de warmte en in de coaching brengen, samen met leraren. Ze hebben het echt oog voor jou. En oog voor de gemeenschap. Oog voor de groep. Wij zijn soms in Nederland zo gewend aan de herder-leraar invloed, dat we niet vergeten hoe het zou zijn als die mensen er niet waren. Als we die gaven in het lichaam niet zouden eren. God is bezig in Nederland, geloof ik, om het vijfvoudige fundament op Christus te herstellen. Dus hij geeft al een tijdje meer aandacht aan profetische dingen. Het apostolische begint een beetje te komen. Dat gaat heel rustig aan, gelukkig. De evangelisten hebben al een halve eeuw aandacht. Maar hoe zou de kerk eruit zien zonder herders? Dan voelde je niet gezien, dan voelde je niet verbonden. Ik heb wel eens begrepen uit de interimwereld, verandermanagementboeken, zeg maar. Daar werd beschreven dat de mensen die de werkelijke verandering in een organisatie teweeg brengen, zijn niet de spetterende verbinders en de charismatische mensen die de keynotes voor het bedrijf geven. Maar het zijn de herderlijke, zorgende mensen, de teamleiders, de omarmers, dat als je die meekrijgt, als je hun in het hart kunt raken met de missie van de club, dan komt de organisatie of de kerk in beweging. Waarom? Want zij houden elkaar echt goed vast. Het is
zijn verbinders. Zijn mensen die zorg hebben, mercy, bijstand. Dat is belangrijk. Wat vinden wij dan soms zo spannend aan dit thema? Hè? Want je hebt het misschien wel vaker gehoord en allerlei visies daarop. Wat is hier dan zo spannend aan? Terwijl de Bijbel toch wel gewoon zegt, eer dat nou. Iedereen doet mee, maar niet iedereen doet hetzelfde. Efeze 4, vers 7 zegt, aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus die geeft. Dit zijn maar 5 basiskleurtjes, bedoeld denk ik om in elke gemeente en elk initiatief van God, elke zendingsbeweging, misschien ook wel elk bedrijf dat een christen heeft gestart, dat er iets van die culturen in zo'n entiteit terechtkomt, in zo'n sfeer van invloed. Maar niet iedereen heeft dezelfde genade om het lichaam op te bouwen. Er staat ook nog een mate van genade. Je kunt wel apostolisch zijn of je kunt wel herderlijk zijn, maar er zijn toch duizenden verschillende versies van hersenen. Herders. Ik had gisteren wat mensen op visite die met het boek van Caroline Leaf bezig zijn over hersenkracht. En ik zit nog even in dat gesprek, merk ik. Naar de maat waarmee Christus geeft. Christus is het hoofd, niet de apostel. Christus is degene die omarmt, niet alleen de herder. Christus is de leraar die de inzichten van het koninkrijk doorgeeft. Amen. Niet alleen de leraar. Christus is degene die verzamelt, die wonderen doet, die grote massa's toespreekt. Niet alleen de evangelist. En zo kun je over de vijfvoudige bediening, maar ook over de gaven van de geest begrijpen en gaan omarmen met een leuke vraag. Wat is nou de mate die Christus ons gegeven heeft? Wat is de mate van genade die stroomt en telkens toeneemt in het huis? En op een of andere manier moet dit gaan samenwerken. Op een of andere manier moet dit gaan functioneren. Ik geloof als het gaat over geestelijk gezag, dan denk ik dat de apostelen geroepen zijn om dat gezag te vertegenwoordigen. Samen met profeten. En daaronder zie je herders, leraren en evangelisten die doorbraken willen gaan geven. Dat werkt allemaal samen. Waar het vaak misgaat, en dat weten jullie allemaal, is als mensen het gezag gaan misbruiken. Als ze wel de zalving hebben, maar niet het karakter om hun God gegeven genadeplek goed in te vullen. Amen. Daar gaat het vaak mis. Wat soms mensen denk ik niet goed begrijpen, en dit is mijn persoonlijke mening, is dat ze denken omdat ze in de geestelijke wereld gezag en autoriteit hebben, dat ze ook denken dat ze in de natuurlijke wereld altijd op die manier die ander moeten benaderen. En daar geloof ik niet in. Ik geloof dat God zoekt naar een schaduw van zichzelf op aarde. Dat hij Jezus in onze cultuur en onze relaties wil zien. Dus ik denk dat in het apostolisch heb je misschien wel geestelijk gezag. En dat zou ook merkbaar moeten zijn in de geestelijke wereld om datgene wat je overziet. Maar in de relatie zou het dienstbaarheid moeten zijn. Zegt Paulus niet, ik heb de laatste plaats gekregen? Zie je hem niet in het begin zeggen, ik ben apostel, en ik dan aan het einde van zijn leven zie je, ik ben het niet waard om een apostel genoemd te worden. Zie je het proces van nederigheid in het leven van de apostel? Na Jezus, zeg maar. Dat resoneert met mij. Ik denk, die man, die heeft het begrepen. Die man heeft begrepen dat het begint met relatie en dan gaat om functie. Het heeft niks te maken met heersen over mensen. Het heeft niks te maken met het misbruiken van mensen. Het heeft alleen maar te maken is dat de genade die je gekregen hebt, wat je plek ook is, wat je gave ook is, door jou heen stroomt. Amen. Zodat die ander wordt opgebouwd. Want het gaat niet om jou, het gaat om die ander. Eer de ander. Eer die ander. Gods orde in zijn huis is dat we met elkaar onderweg blijven en samen uitvissen hoe al deze gegeven mensen en genadegaven gaan functioneren zodat het lichaam van Christus wordt opgebouwd. En niet het lichaam van Sven. Vul je eigen naam maar in. Het gaat eigenlijk helemaal niet om jou. Het is functioneel. En ik geloof dat de sleutel om dat te zien functioneren is nederigheid. Afleggen. Is dienen, is voeten wassen, is zijn zoals Jezus. Jezus had de allerhoogste plek. Amen. Hij had de allerhoogste plaats. Dat heeft hij nog steeds. Meer dan ooit misschien wel.
Hij diende iedereen. Als je graag op je plek wil komen, je zou dat promotie kunnen noemen. Toevertrouwen van een sfeer van invloed. Ga dienen. Ga dienen. Ga dienen als niemand kijkt. Ga bidden als niemand kijkt. Ga geven als niemand kijkt. Ga investeren in je persoonlijke ontwikkeling, in je gaven, talenten, je karakter, als niemand kijkt. Maak je los van dat religieuze idee dat je het bij elkaar moet forceren. Want volgens mij zit je dan je eigen geestelijke groei in de weg. En daarmee ook de mensen die niet zo gezegend zouden kunnen zijn door de genade in jouw leven, omdat je meer met jezelf bezig bent dan met het dienen van die ander. En dan missen we het doel als huis van God, Gods orde, dat we allemaal onderweg zijn om meer op Jezus te lijken. Meer op Jezus te lijken. Het gezag wat ons is toevertrouwd in de plaats of genadegave, wat het ook is, de bediening die God voor jou heeft. Je mag meedoen. Er is een plan. Er zijn testen en beproevingen, maar hij wil het je toevertrouwen. God houdt van je. Hij wil je gebruiken. Maar het begint met het sterven aan jezelf, zodat Christus in jou kan opstaan. Amen. Dit is Gods orde. Dit is Gods plan. En dit gaat niet in één nacht. Dit is niet twee dienstjes, een zendingsreisje en dan ben je er. Dat is niet zo. Hoe meer God je wil gebruiken, hoe meer hij nog voor je heeft, of hoe dieper jij in de genade durft te gaan, denk ik wel eens. Hoe langer het duurt en hoe meer je moet loslaten. Hoe meer je jezelf op het altaar mag leggen, dag in dag uit. I die daily, zegt Paulus toch. Ik sterf dagelijks. Want hij begreep dat zij de grootste zichtbaarheid van de genade door hem heen kwam als hij zich opzij zou stappen en Christus naar voren zou durven laten komen. Christus gelijkvormigheid. In 1 Korinthe 14, vers 37 zegt dit. Als iemand denkt dat hij een profeet of een geestelijk mens is, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de Heere zijn. Maar als iemand onwetend wil zijn, laat hij dan onwetend zijn. Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Oké, we hebben al deze mensen, al deze kleuren, al deze gaven, al dit talent. We zijn vol van de geest. Of je dat nou voelt of niet. Je bent uitgekozen. Je bent op een weg geplaatst. We gaan achter hem aan. Hoe moet je dan samenwerken in het huis? Wat is dan ordelijk? Nou, als je kijkt naar de grondtekst, dan staat daar dus eigenlijk fatsoenlijk. Vader wil dat het fatsoenlijk gaat in onze samenkomsten. Passend in de omgang of prettig. En er staat dan ook het woord goede orde, eigenlijk het woordje correct. Je voelt prima aan je geweten en in de Heilige Geest wanneer iets vanuit Gods orde komt. Dan brengt het leven, dan is het aantrekkelijk en ergens in de manifestatie van die gave ontmoet jij Jezus. Want dat was het doel, toch? Niet dat die ander zichtbaar wordt, maar dat jij Jezus ontmoet in de relatie. Persoonlijk. Dat jij je opgebouwd voelt. Dat jij je gezien voelt. Dat jij je uitgenodigd voelt om in Gods plan voor jouw leven te wandelen. Ik mocht ooit een discipelschapstrainingsschool doen in Stockholm. Daar lag mijn passie. En er was daar een man, die leeft niet meer, een evangelist. Apart figuur, deed zijn eigen ding. Maar die heeft duizenden mensen bereikt met het evangelie en heel veel kerkleiders uitgedaagd om de Zweedse cultuur positief te beïnvloeden. En ik weet nog heel goed dat terwijl er nog ik ontiegelijk veel huiswerk in mijn leven had, terwijl er nog van alles niet zo goed ging, dus het ging over identiteit, karakter, wat ik geloofde, is dat die man geloofde in mij. Die man zei, Sven, laten we samen wandelen. Laten we praten over jouw roeping. Laten we praten over de woorden van Jezus. Laten we kijken wat hij voor jou heeft en hoe jij daarin kan groeien. Wat is het belangrijk dat we op een goede orde en op een correcte manier ervoor kiezen om elkaar in die groei te brengen. Amen. Dat is de orde van God. Hij geeft die mensen om jou te zegenen. En hij geeft jou dat mandaat, die rol, om anderen te zegenen. Krijg je al een beetje verlangen?
brandt het al een beetje. Heer, ik bid echt op dit moment dat u begint te spreken. Dat u de gaven aanwakkert, zoals Paulus tegen Timotheus zei. Die al onder handoplegging in u gekomen is. Jij bent net als Timotheus. Je hebt gaven gekregen. Heer, kom met uw opwekking, met uw kracht, met uw vuur van de Heilige Geest. Laat het branden in ons, Heer, datgene wat we met u mogen doen. De gaven en talenten inzetten om uw koninkrijk te vestigen. Maar wel ordelijk. Stel je voor dat die 10 profetische mensen naar voren zouden komen. En allemaal in tongen spreken en dan weer gaan zitten. Dan denk ik dat de halve zaal leegloopt. Hoe komt dat? Dat is een gave, maar niet voor dat moment. Maar ik vind er niks aan als er in een bidstond niemand strijdt in de Heilige Geest. Voor de doorbraak van die 600 mensen die vervolgens 1,5 uur lang hier op een stoel zitten. Daar is die gave wel voor, amen. Gebedstaal. Het is allebei belangrijk. Maar zegt Paulus niet, liever hier een woord, een lering, een kennis, zodat we allemaal worden opgebouwd? Het idee van een samenkomst, plenair, is dat jij wordt opgebouwd in het geloof, toegerust. Als het goed is, door het woord van God en misschien soms een paar dingen die ik zeg, word jij opgebouwd. Voel je gezien. Komt het meer op orde. Er zit scheppende kracht in woorden. Laat staan door profetische mensen heen die door beproevingen en testen en in verbondenheid en in karakter staan. Die hebben getest wat ze zeggen. Die met elkaar praten voordat ze het uitspreken. Hey, klopt dit wel? Wat denk jij? Is dit in lijn? Die misschien eens een leraar bellen en zeggen, hey, ik heb dit woord, ik zie dit beeld van dit of dat. Kun je mij eens even, haal het eens even langs jouw gaven, langs jouw inzicht. Dat is karakter, lieve mensen. Zo hoort het te gaan. Dat is de orde van God. Man, wat gaat het vaak mis in Nederland. Amen. Ik zit daarmee. Dat moet toch kunnen, dit? Als vader het aan ons gegeven heeft, voel je de frustratie een beetje? Dan moet dat toch kunnen, amen? Dan moeten wij het er toch met elkaar uit kunnen komen? Maar waarom zou hij het anders geven? Goede orde. We gaan naar de Filippense brief. Laatste wat ik je wil meegeven. Dat sluit eigenlijk aan bij de lijn van de afgelopen 2 preken. De ingeslagen weg. We zijn op weg als gemeenschap. Met al die gaven en talenten. Met al die principes van vorming en je gezien weten en op de ander gericht zijn. En hier rust Paulus de gemeente toe waar hij eigenlijk weinig kritiek op had. Het ging best goed met de Filippenzen, Filippi. Hij spreekt hier vanuit de gevangenis. Waarbij hij uitsprak, mijn verlangen is om bij Christus te zijn. Hij voelde, ik ga waarschijnlijk bijna dood. Voor het evangelie. Maar ik wil hier blijven omwille van jullie. Wauw. En staat daar, hierop moeten wij als allen als volmaakte mensen richten. En mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. En dan de volgende. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. In dit hoofdstuk spreekt hij over volmaaktheid. En ik vind het altijd een beetje eng begrip in de kerk. Amen. Volmaakt zijn. Want ik voel me niet volmaakt en als ik naar binnen kijk, ben ik het ook niet. Maar wat bedoelt Paulus hier eigenlijk met volmaakte mensen? Hij heeft het over het Griekse denken, sporters, mensen die bezig waren om een doel te halen. En hier in de context spreekt hij over de hemelse roeping waar we allemaal naartoe op weg zijn. Het volledige verheerlijkte lichaam, volledig vrij van de zonde, volledig genezen, volledig God, alles in allen. Het einddoel, de hemelse roeping. En hij heeft zijn hele leven afgelegd om daarin mee te kunnen gaan. En hij spreekt ook de ander aan vanuit dat perspectief. Hij zegt eigenlijk tegen de Filippenzen en misschien ook wel tegen ons. Blijf altijd gericht op die hemelse roeping. Want weet je wat nou zo bijzonder is? Dat als de Filippenzen of de Corinthiërs of wij ons richten op die hemelse roeping. Dan gaat het er niet meer om wat heeft hij wat ik niet heb. Dan gaat het erom, Heer, wat vraagt u van mij? Hoe wilt u door mij heen werken om die ander op te bouwen? Want dat is de blauwdruk, de priesterlijke orde van Gods huis die hij in jou en in mij aan het uitwerken is. Richt je op die hemelse prijs. Grijp ernaar zoals Christus jou gegrepen heeft. Dat is wat hij zegt. Dit is die beweging van het onderweg zijn als gemeenschap. Een gezonde gemeente is onderweg om die telkens weer ons uit te strekken naar die hemelse roeping. Datgene wat al volbracht is, te zien manifesteren door ons heen en door die ander heen naar ons toe.
Dat is het reeds en het nog niet. Dat is die werking. Aparte werkelijkheid waarin wij staan. Wij zijn in verwachting, maar we hebben het ook al. Heel apart iets. Mysterieus. Grijp ernaar. Richt je erop. Zet je hart erop. Volg je verlangen. Kijk met je hart naar Jezus en ga doen wat hij zegt. Kom in beweging. Allemaal motiverende taal. Zodat het gaat functioneren. Ga door op de ingeslagen weg. Weet je, het ging goed met de Filippenzen. Het ging heel veel goed. Maar hij moedigde ze aan om door te blijven gaan. Om niet stil te gaan staan. Om ook niet alleen maar te praten over wat vroeger was. Wat er is gebeurd. Hoe het allemaal zat. Wie waar verantwoordelijk voor was. Die tijd is alleen maar een herinnering. Jij leeft in het nu. Wat Paulus zegt in de verbondenheid met Christus. Daar richtte hij zichzelf op. Hij leefde niet in ontkenning van wat was. Maar hij begreep dat de werkelijke verandering en de werkelijke doorbraak in de kerk zou komen als iedereen zijn hart zou richten op Christus. Op die eenheid met hem. Die hemelse roeping. Begrijpen waar je echt onderdeel van bent. Dat is wat hij hier bedoelt. Dit is waar de vijfvoudige bediening, waar de gaven en talenten, waar de persoonlijkheden naar voren komen. Weet je, je kunt de genade hebben om in de vijfvoudige bediening te staan. Maar als je het karakter niet hebt, wat is het dan waard? Als jij zometeen daarboven komt, misschien blijven we nog heel lang op aarde, maar voor jou en voor mij duurt het nog een aantal jaar. En dan komen we daar, op dat punt, dan komen we bij Jezus. En dan gaan we zien hoe het echt is met ons. Ging het dan om die rol, die plek? Of ging het er dan om wat je gedaan hebt met datgene wat jij hebt gekregen? En dat is een cultuur en een weg die Christus volgens mij voor Jozua heeft. Ga door op de ingeslagen weg. En daar wil ik ook mee afronden. Ik heb 3 weken lang op allerlei manieren een beetje geprikt en nagedacht in het huis. En gesproken en gebeden en gepreekt. Allemaal vanuit dat innerlijke verlangen om dat jullie op weg gaan. Dat je verder gaat op weg. Dat je niet meer achterom kijkt. Zonder dat te ontkennen. Maar dat je je richt op Jezus. En richt op elkaar. En ik wil graag voor je bidden. Laten we gaan staan. Heer Jezus, we willen alles danken voor uw woord. Dank u wel dat u bent gestorven en opgestaan, Heer. Om ook uw koninkrijk te kunnen laten doorbreken in ons hart en door ons heen naar die ander toe. Dank u wel dat we niet allemaal hetzelfde zijn, maar dat u ons verschillend heeft gemaakt om elkaar te dienen in de kracht van de Heilige Geest. Heer, ik bid dat u ons vrij maakt van elke vorm van religie, van ego, van zelfgerichtheid, van zielsgedrag, van salsgedrag, van weerspannigheid. En Heilige Geest, ik bid u op dit moment, Heer, dat u komt, Heer, en dat u ons uw verlangen voor ons leven en onze gemeente duidelijk maakt. Wilt u tot ons spreken? Wilt u dichtbij komen? Met uw uitnodiging en uw leiderschap. Christus het hoofd, Christus de apostel, Christus de profeet, Christus de leraar, Christus de herder, Christus de evangelist, Christus de dienaar, Christus de bestuurder, Christus de wonderdoener, Christus de zoon van God. Heer, we zeggen ja tegen u. We gaan door op de ingeslagen weg. We willen die echte vrijmaking. We willen elke dag zeggen, niet ik, maar Christus. We willen mensen van de weg genoemd worden. Niet omdat we dat zeggen, maar dat als mensen kijken naar wat we doen, hoe we zijn, dat het merkbaar is. Heilige Geest, we willen gewoon heel kort even op u wachten.
Wilt u beginnen, Heer, met te komen met uw wind over de gaven van de geest. En de mensen die geroepen zijn tot een bepaalde plek, wat dat dan ook is. 10 jaar terug, vandaag of over 10 jaar, u weet het, Heer. Dat ze zich gezien mogen weten. Dat ze onderdeel zijn van Gods orde. En dat u bezig bent met vorming. Heer, ik bid voor de genade voor Jozua Dordrecht. Help ons om niet in de weg te staan, maar de weg te gaan. Sommigen van jullie voelen een brandend verlangen. Sommigen van jullie voelen van, nou, ik merk, de Heer bevestigt dit, wat ik in de Bijbel lees. Als jij dat bent, mag je naar voren komen. Als jij wil zeggen, ja Heer, hier ben ik om de weg te gaan die u voor mij heeft. Maar ik wil ook sterven aan mezelf. Ik wil graag het proces in of bekrachtigd worden in het proces om vol te houden. Om die persoon te zijn die de ander eert. De ander de voeten wast. Die zichtbaar of onzichtbaar doet wat u vraagt. Die dient. Mag je naar voren komen? We willen je graag zegenen. Je beschikbaarheid. Ook het ministry team en nazorgers mogen komen. Wat we gaan doen, we gaan een lied zingen. En we gaan je zegenen. Ik wil je echt vragen om zelf je hart naar Jezus uit te strekken als je hiervoor aanstaat. En gewoon te zeggen, hier ben ik, Heer. Met al mijn falen, al mijn vragen. Hier ben ik met al mijn karaktertrekjes. Hier ben ik. Maar ik omarm, ik ontvang dat u in mij leeft. En dat ik met wie u bent in mij aan de slag mag. En Vader, zo zegen we hier op dit moment. En mag wel wat muziek onder mijn gebed. Gewoon omdat het fijn is. He? We doen hier religieus. Heer, ik bid dit dat u begint door uw geest. Met uw engelen, met uw aanwezigheid. Heer, zo door de rijen gaat Jezus. En de gaven aanwakkert. Dank u voor al deze leiders. Ik zegen de leiders van dit huis. Heer, ik bid voor degenen die verdriet hebben. Die zich jarenlang niet gezien hebben gevoeld. Dat ze gaan begrijpen dat het onderdeel zou kunnen zijn van een leerschool. Van karaktervorming. Van leren vergeven. Van leren dienen. Van leren afleggen. En ik bid, Heer, voor de fundamenten van ons hart, van ons huis. Dat daar waar het nog wat rot is, waar het aandacht vraagt, wat het apostolische DNA eigenlijk bekijkt, wilt u beginnen met herstel of nieuwe fundamenten. Heer, we zegenen het proces van de overtuigingen die aandacht vragen. We zegenen ook de genezing van de afwijzing en de strijd. Heer, u bent iets nieuws aan het doen in ons land. En we willen er allemaal onderdeel van zijn, Heer. We zeggen ja, we verlangen. Maar we zijn het huis. We zijn de tempel. We zijn het lichaam van Christus.